En achter de datum van 16 april liggen er boekdelen verborgen. Het bekend Surinaams lied 16 april van onder andere Max Wojski vertelt op een creatieve manier een deel van de reeks gebeurtenissen uit die periode. Historicus Mildred Caprino vertelt in een telefonisch gesprek met onze nieuwsdienst een beetje over de markante gebeurtenissen die zich in het Surinaams verleden voltrokken rond deze veelbetekenende periode. Dus die 16 april is een datum die geprikt is, maar u moet het zien in de context van het is omstreeks die tijd. Ja, wanneer de regens beginnen te vallen, het water aanwezig is in kreken, rivieren en in het bos, laat Afro-Surinaamse mannen de stad verlaten om voor gedurende langere tijd, minimaal 3 maanden. En dan moet u zich voorstellen dat ze natuurlijk uit werden gewurfd. Hè? Hun echtgenoot, hun vrouw, brachten naar de Plattebrug om ze uit te wurven. En ik kan me best voorstellen dat er tranen vielen. Ja. Ja, er vielen tranen omdat de man wegging en zijn geliefde achterliet. Hopelijk voor de vrouw, zei zij meestal of dacht meestal, krijg geen koorts, dus word niet ziek en ga niet dood. Dus ze leefde echt wel in de hoop van hij zal er gaan, succes hebben en met veel goud terugkomen. Caprino zegt verder dat Surinamers zich ervan bewust moeten zijn dat deze periode een belangrijke rol heeft gespeeld in het leven van de Afro-Surinaamse gemeenschap. Het is volgens haar het overdenken waard om te weten welke offers Afro-Surinamers hebben gebracht in deze periode om betere tijden tegemoet te zien. Als je bij de Tapanahoni bent, dan zak je verder af naar de Sarekreek. En dat was eigenlijk het middelpunt van gouddelverij. De goudaders liggen in die omgeving. Ik zeg altijd, het is het overdenken waard om te kijken of er in het leven van de Afro-Suriname, die vanaf toen offers heeft gebracht, verandering is gekomen. Of je dat snapt en geprobeerd heeft met alle mogelijke middelen om verbetering in zijn haar leven te brengen. Want het is door omstandigheden. Ik bedoel, als er in de stad, in het centrum, in Paramaribo of op de plantages geen lonend werk is, dan ga je uitkijken naar iets anders. En, is dat wat je verdient? Want zeker is het zeker door groepen best wel wat verdient. Is dat nuttig besteed? En waar ik op terugkom, is dat het goed is als je dit weet als achtergrond, het overdenk en kijk van, is er echt wel verandering gekomen in het leven van de Afro-Surinamer, dat hij het beter heeft, dat hij het beter maakt en dat hij zicht heeft op een betere toekomst. Caprino Allendi, ze zegt dat 16 april gekozen is door de componist van het lied, omdat het voor hem vermoedelijk een belangrijke datum is geweest. Ze stelt dat het een datum is dat we niet uit het oog moeten verliezen. Het gaat om de periode waarin de grote regentijd aanbreekt, hetgeen een gunstige tijd was voor ballatabliders en gouddelvers rond het begin van de 20e eeuw om een beter bestaan te zoeken. En nu weet u ook waarom we zingen 16 april Dimi Boutoulaye.